Dit item op Doesburg TV is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Doesburg. Meestal ben ik op eigen uitnodiging hier, maar nu ben ik uitgenodigd door jullie om met jullie de fictie-app te lanceren. En volgens mij is dat iets wat hartstikke goed is, waar we volgens mij heel erg trots op zijn. Ik heb hem zelf al een aantal keren gebruikt en hij doet het echt super. Ik ben al een aantal keren met jullie mee geweest en dan zie ik ook dat jullie heel enthousiast met dat ding aan de slag zijn en dat het gewoon heel erg goed werkt. Birgit, ja? Je hebt hier net een app gelanceerd, een fictie-app. Wat is dat voor iets? Ja, dat is een app waarmee de burgers van Doesburg meldingen kunnen maken via de telefoon over dingen in de openbare ruimte die ze zien die niet goed zijn. Dan moet je denken aan een losliggende stoeptegel, afval wat ergens gedumpt is, een tak die loshangt in de boom. Alles waarvan ze denken, goh, dat kan een gevaar zijn, dat hoort niet zo. Kunnen ze gewoon via hun telefoon een fotootje van maken, melden en dan lossen de mannen van de stadswerf het op. Met andere woorden, hele korte lijntjes, heel snel. Maar zo'n app, hoe werkt dat? Ja, hele korte lijntjes, heel snel. Ja, zo'n app is, je kan hem gewoon downloaden in de App Store, zoals je met allerlei andere dingen doet. En ja, het wijst zich echt vanzelf. Je klikt op het knopje een melding maken en dan maak je een fotootje van wat er aan de hand is en je zegt waar het is. Je kan je eigen naam en adres achterlaten, zodat je ook een terugmelding krijgt als die afgehandeld is of als er nog aanvullende vragen zijn. Ja, het wijst zich echt helemaal vanzelf. Maar goed, nou is die melding gemaakt. Die komt hier binnen op de stadswerf, veronderstel ik. Klopt, inderdaad. Hij komt hier binnen. Dan wordt hij direct doorgezet naar een van de mannen of dames die er mee aan de slag kan. En die gaan er ook meteen mee aan de slag. En die kunnen dus kijken, nou, wat is de melding? Die gaan er naartoe, die lossen hem op. Als het niet kan, dan zetten ze hem door naar iemand anders. En als die afgehandeld is, dan melden ze netjes terug aan de burger dat die afgehandeld is. Oké, dus de burger weet ook dat er iets gedaan is en dat met de melding ook iets gebeurd is? Ja, klopt. De doelstelling is wel echt om binnen 3 dagen de meldingen af te handelen. En tot nu toe lukt dat allemaal nog heel erg goed. Ja. Ja. Nou zijn er natuurlijk mensen die geen app hebben en nog een beetje digibeet zijn en geen mobiele telefoon hebben. Of tenminste smartphone zogezegd. Wat doe je daarmee? Ja, nou, ik denk dat heel veel mensen ondertussen wel met een mobiele telefoon werken, dus die kunnen er gebruik van maken. Maar mocht je dat niet kunnen, niet willen of wat dan ook, je kan altijd nog gewoon de telefoon pakken. Je kan bij de balie langskomen. Je kan ook achter je gewone computer gaan zitten en een melding maken. Dus het uitgangspunt is dat de burger zelf het kanaal kiest waarmee hij in contact wil komen met de gemeente. Nou hebben jullie vandaag officieel deze app gelanceerd. Jullie draaien al een tijdje proef mee. Hoe is het tot nu toe bevallen? Ja. Nou, we draaien al 3 maanden onder water proef, om het zo maar eens te zeggen. We hebben al 66 meldingen binnengekregen en die zijn allemaal keurig afgehandeld. En ook de heren van de stadswerf zijn er heel tevreden over, want het werk komt direct binnen en het kan er ook direct weer uit. Dus ze hoeven geen papieren lijsten meer te maken, moeilijke overdrachten. Het zijn hele korte lijntjes, dus eigenlijk is iedereen er heel tevreden over. Huh? Dit item op Doesburg TV is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Doesburg.